Die komen echt in 8 minuten uit het centrum van de zon, blazen ze zo hier naartoe. Dus als je die nou meet, dan weet je dat morgen die zon nog doet. En als je ze niet meer meet, dan heb je nog 200.000 jaar de tijd om je ruimteschip te bestellen en... Hoe kunnen natuurkundigen zien wanneer de zon is opgebrand? De Universiteit van Nederland presenteert elementair deeltjesfysicus professor Dr. Frank Linde. Zo. Ja, doet onze zon het morgen nog? Schijnt die morgen nog lekker? Stel dat ik nu de energiecentrale in het binnenste van de zon uitzet. Hoe lang denken jullie dan dat het duurt voordat het lampje uitgaat? Een minuut of 10 hoor ik hier. Dat is redelijk nauwkeurig. Maar wat die meneer gedaan heeft, is de afstand tussen de aarde en de zon, 150 miljoen kilometer. Dat deel je door de lichtsnelheid. Dan kom je eigenlijk op 500 seconden op 8 minuten uit. Nou, dat is ongeveer 10 minuten. Dat is waar. Helaas is het ook zo dat als ik nu de reactor uitzet in de zon, dat licht wat daar gemaakt wordt in het centrum van de zon, dat doet er een paar honderdduizend jaar over om aan de rand te komen. En dat is trouwens maar goed ook, want anders werden wij permanent geröntgend. Want wat er uit die zon komt er in het middelste, dat is niet het licht wat wij hier... Nou, we zien nou niks, want het is donker, maar het licht wat wij overdag zien. Dus kortom, hij kan nu best uit zijn. En het kan best zo zijn dat morgen die paar honderdduizend jaar over is en dat morgen die zon het niet meer doet. Nou, hoe weten wij als natuurkundigen dat die zon het nog wel doet? Ja, u kunt zich zorgen erover maken, hè? Daar ga ik u nou eens over vertellen. En hier heb ik ook een mooi desastreus apparaat. Namelijk, we gaan beginnen met dit pistool. Nou, dit vind ik nou echt heel leuk. Dus dat gaan we gelijk even doen. Dat gaan we afschieten. Moet u goed kijken hoe hard het pijltje eruit komt. Van nat maken blijft hij nog plakken ook. Nee, hij blijft niet plakken. Goed, doen we nog een keertje. Geweldig is dit. Kan je uren doen, maar ik heb maar 3 pijltjes. Ja, Sinem, dat zei ik ook al, dat ik hem een scheef opzet. Ik moet hem recht opzetten, hè? Dan blijft hij zitten misschien. Ja, mevrouw, helemaal goed. Dus... Nou, dit is natuurlijk een ludiek experiment, maar dat is niet voor niets. Dit heet in technische termen een tweedeeltjesverval. Want dit is een opgewonden pistool. Kijk, is geladen. En dat kan je de-exciteren door hierop te drukken. En dan vervalt hij. Gaat hij kapot, namelijk een pijltje. En er gebeurt er nog wat. Dit ding, dat voel ik, schiet naar achteren. En elke keer als ik dat doe... komt dat pijltje met dezelfde snelheid eruit. En elke keer als ik het doe, knalt dat pistool met dezelfde snelheid terug. Dat is de essentie van een zogenaamd tweedeeltjesverval. Als dat pistool kapot zou gaan in 3 stukken, stel dat die hele loop uit elkaar knalt en dat er nog wat verder weg schiet, dan is het niet meer zo dat die snelheid altijd hetzelfde is. Maar voor een tweedeeltjesysteem is die snelheid altijd hetzelfde. Natuurlijk niet voor dit pistool en een echt pistool, zo'n Kalashnikov, daar komt de kogel er veel harder uit. Maar elke Kalashnikov schiet zijn kogel met dezelfde snelheid eruit. Tenzij er een kogel in stopt met meer kruid, want dan is die ook weer meer geëxciteerd. Maar dus een tweedeeltjesverval, altijd met dezelfde snelheid. Nou, dat was het pistool. Nou gaan we terug naar mijn vakgebied, de elementaire deeltjesfysica. En wij gaan kijken naar het proton. Nee, niet waar. We gaan kijken naar het neutron. Deze blauwe. Die blauwe. Dat is ongeveer de helft van uw massa. Als ik zo'n blauwe jongen hier op tafel leg en ik kijk ernaar, dan is die gemiddeld na 15 minuten weg. En dan zie ik in ieder geval een proton en een elektron. Dat is mooi, dan is de elektrische lading goed. Hij is neutraal. Het proton is positief geladen en het elektron is negatief geladen. Samen 0 en die was ook samen 0. Dat is helemaal goed. Dat is natuurlijk zorgwekkend. Dat is de helft van uw massa. Die is na 15 minuten weg. Nou, ik kan u geruststellen, als die neutronen in zo'n kern zitten, of het nou koolstof is, of zuurstof is, of stikstof, weet ik wat voor zooi er allemaal in uw lijf zit. Dat is heel mooi. Dan voelen die neutronen zich heel happy en blijven ze lekker zitten. Maar als ik hem vrij op tafel leg, en dat doe ik graag in mijn vakgebied, dan is hij na 15 minuten typisch weg. Nou, wat dachten fysici hoe dat werkt? Dat heb ik u net al verteld eigenlijk. Namelijk, je hebt een proton en een elektron. En dat heb ik hier leuk geanimeerd voor u. U heeft een neutron en poem, u heeft een proton en een elektron. En dat is een tweedeeltjesverval. Het neutron vervalt in een proton en een elektron. En dus het elektron komt er altijd met dezelfde snelheid uit. Hier is er nog één. Kadoem, elektron komt er met dezelfde snelheid uit. Een beetje andere richting. En hier heb ik er nog één. Want net had ik ook 3 pijltjes. Kadoem, elektron komt er weer met dezelfde snelheid uit. En zo kan je natuurlijk uren doorgaan. Nou, mensen hebben dit uitgebreid gemeten. En wat bleek? Dat elektron kwam er helemaal niet uit met dezelfde snelheid. Dat had soms die snelheid die hij had moeten hebben, maar soms wat minder en soms nog wat minder. En soms kwam hij er bijna uit met helemaal geen snelheid.
Nou, ik heb u al verteld dat elementaire deeltjesfysici heel creatief zijn. Nou, in dit geval was dat meneer Pauli, die was heel creatief. Die dacht gewoon van, nou, dat is toch heel simpel, dan plak ik er een deeltje bij. Dan verzin ik een nieuwe. Nou, dat deed hij. En wat zei meneer Pauli? Die zei van, er is nog een derde deeltje daar wat een rol speelt. En dat derde deeltje heeft natuurlijk geen elektrische lading, want 0 en plus 1 en min 1 is samen 0. Dus je moet er iets bij zetten wat elektrisch neutraal is. En ik maak het ook zodanig dat niemand gaat falsificeren wat ik verzin. Dat deeltje is ontzettend moeilijk te ontdekken. Bijna niet. En eigenlijk noem ik dat een licht neutron, maar omdat hij een Italiaan was, noem je het dan een neutrino. Nou, en dat deed hij dus. Dus hier komt de animatie van meneer Pauli. Meneer Pauli zei neutron, kadoen, elektron. En die gekke jongen daar met die bril op, dat is een neutrino. En hier heb ik er nog eentje. En zo kan ik er ook weer een heleboel doen. Kijk, hier ging ze dezelfde kant op, heeft het elektron wat minder snelheid. En nu kan je opeens alle snelheden van het elektron verklaren. En daarmee had hij het probleem, het experiment tussen theorie, de discrepantie, had hij opgelost, vermeden. Oh, we krijgen er zelfs nog één. Dat is een cadeau, die had ik niet verwacht. Maar dat is helemaal goed. En die reactie die is nu, neutron gaat naar het proton die je goed ziet, want die is elektrisch geladen en dat zie je allemaal in die detector die we daar hadden. Elektron zie je en het neutrino is ontzettend moeilijk te zien. Het is heel licht en doet bijna niks. Nou, toch willen mensen dat vinden. Je kan je afvragen waarom dat elektron dus, dat neutrino zo moeilijk te zien is. Dat is omdat hij dus geen elektrische kracht voelt. En ons grote leven is grotendeels elektrische krachten. Nee, hij voelt alleen de zwakke kernkracht. De zwakke kernkracht. Nou, die heet niet voor niets de zwakke kernkracht. Die is heel zwak. Als ik een neutrino hier zou maken, dan schiet dat de aarde in. Niet een meter, niet 100 meter, maar hij komt er doodgemakkelijk aan de andere kant van de aarde uit. En eigenlijk kan je ook nog 1 miljard aardes achter elkaar zetten, dan komt hij ook nog uit. Dus die is echt heel moeilijk te vinden. Als jij de ambitie hebt om een neutrino te detecteren, dan kan je maar beter een heel veel geduld hebben, of een heel groot experiment bouwen, of zorgen dat je naar heel veel neutrino's tegelijk kijkt. Nou, die iemand die heette Frederick Rhines, een Amerikaan, en die had in de Tweede Wereldoorlog met veel plezier kennelijk gewerkt aan de ontwikkeling van de atoombom. En die dacht van, ik ga dat neutrino detecteren, want bij een atoombom komen ook heel veel neutrino's vrij. Dus die meneer die dacht van, ik ga gewoon daar ongeveer, daar, ga ik mijn experiment neerzetten en dan doe ik een boom. En dan detecteer het die neutrino's. Nou, had hij een klein probleempje, zijn experiment gelijk kapot, dus dat is niet zo handig. Had hij ook opgelost, dacht hij. Ik maak gewoon een diep gat in de grond en op het moment dat die militairen boom doen, dan laat ik mijn detector vallen en dan meet hij tot hij op de grond de pletter slaat. Maar dan heb ik wel net genoeg tijd gehad om te meten. Nou, hij heeft hele serieus over nagedacht. Uiteindelijk vond hij dat nou toch net iets te moeilijk en hij ging gewoon naar een kerncentrale toe. Want bij kerncentrales heb je ook heel veel neutrino's. En daar heeft hij inderdaad in 1956, ruim een kwart eeuw na de hypothese van meneer Pauli, voor het eerst een neutrino gemeten. Maar een paar. Nou, dat neutrino, dat heb ik ook meegenomen natuurlijk. Kijk, hier is hij. Hij heeft een bril op, want hij is een beetje een boef. Want hij compenseert die energie die niet helemaal lekker ging bij het originele verval van dat neutron in een proton en een elektron. Dus daarom heeft hij die bril op. En verder is hij ook een boef, omdat hij zichzelf ontzettend moeilijk laat grijpen. Maar dat is hem dus. En we weten dat hij dus ook bestaat. Dat neutrino is ook wel een heel gek jongetje, heel gek beestje. Want ik heb u verteld dat elektronen met die tolletjes linksom of rechtsom kunnen spinnen. Zo noemen we dat, spinnen. Dat neutrino, dat doet het maar 1 kant om. Alleen maar linksom. Dus ik weet niet eens of dit linksom is eigenlijk. Nee, dit is rechtsom. Dat is jammer dan. Dat is een antineutrino. Maar die doet het maar 1 kant op. Maar dit is echt geweldig apart. Want als je hier naar zou kijken en je kijkt heel goed en je kijkt hiernaar in een spiegel, dan zie je dat dit ding, wat hier rechtsom spint, in die spiegel linksom spint. En die bestaat dus niet. Maar u denkt allemaal dat als je in de spiegel kijkt, dat kan best de waarheid zijn. Ik denk best, er loopt een Frank Linder rond die er net zo uitziet als mijn spiegelbeeld ergens op deze wereld. Nou, voor alles is dat waar, maar niet voor neutrino's. Neutrino's die hebben geen spiegelbeeld. Dat bestaat niet. Dat is toch wel apart. Nou, zo heeft die neutrino nog wel meer gekke eigenschappen. Hij heeft een hele kleine massa die we niet precies kennen, maar wel ontzettend klein. Ja, en hij gaat dwars door de aarde heen. Dat doen ook niet veel deeltjes hem na. Dus dat zijn die neutrino's. En nou gaan we natuurlijk naar het topic van deze voordracht, namelijk naar die zon gaan we eens kijken. Wat doet die zon nou eigenlijk? Die zon die bestaat eigenlijk uit waterstof. Dat is waar het universum mee begon. Waterstof, dat zijn die rode ballen. Dezelfde rode ballen als u daar ziet. Protonen. 1 proton is de kern van waterstof. En als je er een elektron omheen gooit, heb je een waterstofatoom. 4 protonen, die kan je samensmelten tot 2 protonen en 2 neutronen. Doe ik het omgekeerd als net. Net ging ik een neutron een proton van maken. Hier maak ik van protonen neutronen. Kan ook in de zon. Dat is heel heet, heel dicht samen. En het grappige is, die 4 protonen,
die wegen net iets meer als 2 protonen en 2 neutronen. En dat beetje massa, met die formule van Einstein, die gebruik ik de hele tijd, E is mc², kan je dat omzetten in energie. En daarmee kan de zon ontzettend lang schijnen. Maar in deze reactie, elke keer als je zo'n proton omzet in een neutron, komt naast energie ook een neutrino vrij. Nou, wij weten precies hoeveel energie de zon uitstraalt. Kan je gewoon meten overdag op aarde. En je weet hoe ver de aarde weg staat. En je weet hoe groot die bol is die je moet slaan om de hele ruimte om die zon te bedekken. En dan kan je uitrekenen hoeveel energie de zon uitstraalt. En je weet ook dat dat correspondeert per reactie met 2 neutrino's. Dus je kan ook precies uitrekenen hoeveel neutrino's er uit die zon moeten komen. Nou, dat is een fenomenaal getal. Want elke seconde gaan er 63 miljard door mijn nagel heen, van deze vinger. En ook 63 miljard van deze nagel. En wat meer door mijn teen, die zijn wat groter. Maar ontzettend veel neutrino's. 63 miljard per seconde door mijn nagel heen. En dan denkt u allemaal, ja, alleen maar overdag. Nee, wacht maar. Vandaag ook, nu ook, oké? Want die blazen dwars door de aarde heen, 's nachts en overdag. Dus dat zijn geweldig veel neutrino's. Alleen de jongens doen zo weinig. Maar als je die nou kan meten, die komen echt in 8 minuten uit het centrum van de zon, blazen ze zo hier naartoe. Hè. Die hebben geen last van die zon, dat ze er 200.000 jaar over doen van het centrum naar de rand. Die blazen zo in 8 minuten hier naartoe. Dus als je die nou meet, dan weet je dat morgen die zon het nog doet. En als je ze niet meer meet, dan heb je nog 200.000 jaar de tijd om je ruimteschip te bestellen en naar Timbuktu te gaan. Nou, die neutrino-experimenten die zijn allemaal fabuleus. Die zijn allemaal science fiction. Ik zal er even een paar noemen. Als je ooit naar Antarctica gaat, op de Zuidpool, en je gaat daar 1 kilometer het ijs in, dan staat er 1 kubieke kilometer ijs, dus 1 kilometer bij 1 kilometer bij 1 kilometer omhoog. Dat hebben wij helemaal volgehangen met dit soort ballen. Dat zijn lichtdetectoren, dit is er eentje. Dat hangt er helemaal vol en dat kijkt naar neutrino's. En niet neutrino's van boven, maar eigenlijk neutrino's van beneden, die door de aarde heen komen. Dichter bij huis doen we dat ook. Veel van jullie gaan naar Frankrijk op vakantie, anderen gaan naar Italië en sommigen gaan misschien naar Griekenland. Nou, in al die landen hebben wij voor de kust, een paar kilometer diep op de bodem van de Middellandse Zee, het zij al gebouwd of we zijn bezig een detector te bouwen die ook met dit soort touwtjes op de bodem staat en dan 1 kilometer omhoog met een boeiertje en dan nog ruim kilometers onder het zeeoppervlak. En die staan er ook allemaal kubieke kilometers water geïnstrumenteerd om naar neutrino's te kijken. Waarom vinden wij dat zo leuk? Nou, de mensheid die heeft duizenden jaren naar de sterren gekeken met gewoon licht. Gewoon kijken vanavond als je naar huis gaat. Wij vinden het leuk om door een neutrino-bril naar sterren te kijken. Dus dat zijn experimenten waar je aan moet denken. Hele gekke, megalomane experimenten. Ik ga het over 1 specifieke hebben. Dat heet het Kamiokande-experiment. Daar ziet u hier een plaatje van. Hier ziet u een bal. En dat is zo'n bal. En er hangen er hier 13.000. Dit is een gigantische cilinder die gevuld is met water. En die staat 1 kilometer onder de grond in Japan. In een oude mijn. En wat hier bezig is, dat zijn 3 Japanse technici. Die zijn bezig om die balletjes schoon te poetsen. Als het waterniveau langzaam erin verhoogd wordt. En uiteindelijk zit hier net zoveel water in als in 2 domtorens in Utrecht past. Nou, zo'n experiment gaat ook niet altijd helemaal perfect. Want in 2001 waren ze dat ding aan het vullen. En toen helemaal onderin door de waterdruk klapte er 1 van die ballen. Deze ballen. Die klapte en dat gaf een schokgolf. En een paar minuten later lagen er 12.000 van die ballen in gruzelementen op de bodem. Maar dat hebben de Japanners weer gerepareerd. En dit experiment meet neutrino's van de zon. Die 63 miljard per seconde door mijn nagel. Als je dat integreert over die hele grote detector, dan zijn zij in staat, ik weet niet eens hoeveel we doorheen blazen per seconde, en laat staan per dag, ontzettend veel, maar 200 meten ze er per dag. En de manier waarop dit werkt staat geïllustreerd in de volgende animatie. Een neutrino maakt heel soms een elektron. Het is niet voor niks het broertje van het elektron. Ze horen bij elkaar. Dus heel soms doet een neutrino wat. Echt heel soms. En dan heb je opeens een elektron. Een elektron is geladen. Als dat met meer dan de lichtsnelheid door water gaat. Dan moet u allemaal zeggen dat kan niet. Meer dan de lichtsnelheid door water, dat kan niet. Heb je hem net verteld. De lichtsnelheid kan niet harder dan de lichtsnelheid. Nou, het komische is, in water is de snelheid van het licht in water is maar 2/3 van de lichtsnelheid in vacuüm. En een elektron kan best sneller gaan dan 2/3 van de lichtsnelheid. Hij kan niet sneller gaan dan de lichtsnelheid in vacuüm. Hij kan wel sneller gaan dan de lichtsnelheid die het licht in water heeft. En dan gaat hij licht geven, zo'n kegel. En dan kunt u van denken, wat is dat voor iets idioots? Maar die ouderen onder jullie, die ooit een vliegtuig door de geluidsbarrière hebben horen gaan, die horen zo'n boom. En die boom is niks anders dan een vliegtuig wat sneller gaat dan de geluidssnelheid. En dan krijg je een geluidsboom. Nou, als je sneller gaat dan de lichtsnelheid in water, met een geladen deeltje, dan krijg je een lichtboom. En die lichtboom, dat geeft deze
licht wat hieruit komt. En dat staat hier gemeten. En je ziet een hele ring van dat soort detectoren die een pulsje geeft. En het centrum van die ring wijst naar waar die vandaan kwam. En dat wijst 200 keer per dag naar de zon. En daarmee weten we dat de zon het nog deed. Ik heb gisteren gecheckt. Hij deed het nog. Dus dat is hartstikke mooi. Zo'n experiment heeft ook wel eens een verrassing. Ik zei al dat we graag kijken naar sterren, want sterren blazen allemaal neutrino's uit. En hier, ik wil graag de vorige sheet hebben, hier ziet u een sterretje, daar. Dat is een sterretje wat niet in ons melkwegstelsel staat, maar in zo'n satelliet die eromheen hangt. De Magellaanse wolk heet dat geloof ik, een klein sterrenstelsel vlak naast het melkwegstelsel. Dat sterretje stond daar te zitten. En opeens was het niet dit sterretje, maar was het sterretje van de volgende sheet. Was het dit sterretje. En dat heet een supernova. Dit was 1987. En wat gebeurt er dan als er een supernova gebeurt? Dan gaat een ster al zijn protonen omzetten in neutronen. Dat is echt fantastisch als dat gebeurt. Dan knalt zo'n ster helemaal in elkaar, want al die neutronen die zijn opeens vloep bij elkaar. En die blazen gigantisch veel neutrino's uit. En wij hebben van dit event in 1987, met die detector die ik net liet zien, een handjevol neutrino's gemeten. En daarmee weten we dat die neutrino's met de lichtsnelheid gaan. Niet zoals diegenen die het nieuws gevolgd hebben een paar jaar geleden, dat ze even leken sneller te gaan dan de lichtsnelheid. Dat doen ze niet. Ze gaan gewoon met de lichtsnelheid ongeveer. En we hebben ook bevestigd dat inderdaad zo'n supernova neutrino's uitzendt. Dat was in 1987. De vorige was geloof ik in 1601 in ons melkwegstelsel. En u kunt zich voorstellen dat wij met grote spanning wachten op de volgende supernova. Liever niet om de hoek trouwens. Als die om de hoek gebeurt, dan worden we zelf hier weggeblazen door de neutrino's. Dus dat moeten we niet hebben. Dus nou, dat is hartstikke leuk, neutrino-astronomie. Dus, wat samenvattend, wat heb ik u verteld? Dat wij een elektron al lang hadden en dat hij een mysterieus partnerdeeltje heeft, het neutrino, ingevoerd door meneer Pauli, om te zorgen dat we het verval van een vrij neutron hier op tafel goed konden begrijpen. En dat is er nu. En het nut daarvan is dat ik u dus 200.000 jaar van tevoren kan waarschuwen dat u uw spacecraft moet gaan voorbereiden, omdat het zonnetje uitgaat. Echt geweldig. Nou, dan in het volgende college ga ik u vertellen over donkere materie. Dank u wel.